In Zumpenveld gingen voor wie gehad en ganzenmars naar binnen. Verloren Angerhof stond eerder dan wie veel gehoord, maar dat kwam vanwege de rechtstreekse tv-uitzending later de dag. Verloren de gemeente en het Rijn Vastelovensverenigingen erg erkentelijk voor hun soepele opstelling. Burgemeester Bochman houdt een muzikale act voorbereid. Gelukkig wordt er koor door om te helpen, en anders wordt het niks geworden. Had ik gezien, die andere lover erbij is een stolse kerel, een heer met de Vlaanderen erop. Dat, ja, dat had de jong nu 3 jaar even moeten doen en dat ze mogen doen. En dat denk ik aan dat liedje. Jonge. Door Wiel Weijers muzikaal bedankt voor meer dan 20 jaar openbaar bestuur. Koeten natuurlijk niet achterbleven. Vrouwen Och als bijdrage veilig. En voor Hans Zumpenveld betiteld als sprookjesgemeente. Nu is natuurlijk de vraag, waarom Zumpenveld? Of beter gezegd, waarom niet? Ik bedoel, Zumpenveld is graag wie een sprookje. Door waar zwijgermannen en andere alweer nog op bessen vliegen. Door wordt de ene wethouder goed ziet wie in de tuin gebouwd, en de andere werd benoemd tot burgemeester van een buurgemeente van de Efteling. Door wordt Blauwkapje de orde had gekregen van de Galenhoorn. Blauwkapje. Door wordt de grote boze wolf zich in onze vader had gebeend in de Ellenbus. Dat is richtig het wie in de Fabetis komt. De enigste die door nog veel is meneer de Uil. Ik zou willen zeggen met onze seizoensorde, met dank voor al die jaren dat je ons ontvangen, mede ontvangen, nu is die wethouder Wijs en de burgemeester natuurlijk. Kapitein. Schut ze nut. Wat voor woord verwaardig over een kal is over ons thema. En ons thema dit jaar, dat is de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zit er natuurlijk aan te komen. En een Duitse filosoof had ooit gezegd, in de politiek is het geraden wie een wijnkeller. Eerst na de waal wijst man was zo'n flasje met het geweer. De kapitein, gelegenheidsketelbinkie Paul en de moelemaker moeten nog ongeworpen aan een quiz en ze slaagden door in de glansrijk. Is dat in de kern Zumpenveld? Of B, Zumpenveld ligt tussen de klooster van Mamelus en het klooster van de medische meesterzus om het erbij te liggen? Of antwoord C, Zumpenveld en Nader waren in het verleden zo'n vroeg bloei dat ze enig leven wie nu in het klooster. Alweer, alle drie goed, 100% scoren nog op. Zo wie er weet had Zumpenveld een tweetal carnavalsverenigingen. Elk gelegen in van de kernen van Zumpenveld, te weten de Huls, Zumpenveld en Bokus. Bokus woont niet langer het deel van Zumpenveld, zo wie ze zeker weten. Er is een gemeentelijke herindeling gekomen, toen is Bokus bij Zumpenveld gevoegd. Nu is de vraag nu wie die woord had. 1789?
In 1990 of in 1981? Is het antwoord C, voor het juiste antwoord is door nee, nee. C. Hans is het er net mee eens? Nee, de herindeling is voor 1 januari 1982. Uiteindelijk hand voor ons bezoek afgesloten met een limerick, zo wie voor dat in meerdere gemeentes hand gedoor. En in Zimperveld gewoon dat als volgt. De burgemeester van Zimperveld, de houdt zijn zegeningen geteld. Hij dacht, voor wie wij schreef me stiefde. Ik gewoon eens biechten, misschien het Ingoed Heerlebeld.